Ik ben Merline van der Enst, ik ben inwoner van Merksem, ik ben huisarts te Merksem en ik ben Antwerpenaar. En ik zal u even vertellen waarom ik een voorstander ben van het project dat voorgesteld is in de Arup-Soen-studie. De R1, de ring rond Antwerpen, is eigenlijk geen ring rond Antwerpen. Eigenlijk is het een autostrade die loopt door Antwerpen. Bovendien een autostrade die heel wat files verwerkt, veroorzaakt gedeeltelijk door het havenverkeer en anderzijds voor een groot deel, 75%, ook veroorzaakt door het doorgaande verkeer. Nu, de Lange Wapperbrug, zoals voorgesteld in de BAM-studie, zorgt ervoor dat het vrachtverkeer niet langer door de Kennedy-tunnel kan. Dat wil zeggen dat het vrachtverkeer, komende vanuit het westen en richting zuid moet rijden, eigenlijk de langste weg gaat kiezen. Verplicht is om dat te kiezen. Ze worden dus noordwaarts gestuurd en over de Lange Wapperbrug worden ze via Merksem en Deurne naar het zuiden gebracht. Dat brengt echter mee dat we ter hoogte van het Sportpaleis een zeer ingewikkeld complex krijgen van een verkeerssituatie. In die zin dat er dus automatisch een verbreding zal gebeuren van het aantal rijstroken. Dus het aantal rijstroken komt van 8 naar 18. En bovendien zullen ze ook linker op- en afritten aanleggen, waardoor dus eigenlijk meer risico optreedt op ongevallen. Wat brengt het nog mee? Voor de inwoners van Merksem en Deurne, die dus met een meer westenwind geconfronteerd zijn, brengt het meer pollutie mee door fijnstof en het brengt sowieso ook lawaaihinder mee. We spreken eigenlijk over de gezondheidstoestand van zo'n 200.000 inwoners van Antwerpen die wonen in een zone binnen 1000 meter rondom de ring. Die gezondheid, dat houdt dus in, lawaaihinder is onaangenaam. Het veroorzaakt bovendien slaapstoornissen, vermoeidheid, stemmingswisselingen, irritaties. En de pollutie door stof veroorzaakt op lange termijn eveneens astma, luchtweginfecties. De Arup-Soen-studie stelt zelf voor om te kiezen voor een project waarbij dat er zo weinig mogelijk verkeer is op de ring. Ze stellen dus eigenlijk een ondertunneling voor en dat project verkiest dus ook mijn voorkeur. Het is beter voor de verkeersveiligheid. Het is beter voor het milieu en het is ook beter voor de mens. Dus laten we kiezen voor de toekomst van ons en onze kinderen. Laten we beter voorkomen dan genezen.